De broodfokker wil gewoon zo snel mogelijk zijn hondjes kwijt, maakt niet uit aan wie. Dus die verkoopt jou een hond die niet passend is. De ouders van jouw pupje die je daar koopt, zijn niet getest op gezondheid, want dat is veel te duur. Dus die honden hebben heel vaak problemen. En deze hond is enerzijds krijgt hij veel te weinig slaap, anderzijds veel te weinig werk en hij wordt verkeerd getraind. Oké, je kan al aan deze hond zien dat het helemaal geen kwaaien is. Dit is eigenlijk een hele lieve hond, maar weet zich helemaal geen raad met zichzelf. En dit zien wij dus heel veel. Nou ja, dan is het inderdaad de keuze dat je gewoon de keuze voor je dier moet maken. En ik denk dat het ook altijd de beste keuze is. Weet je, egoïstisch zijn, egoïstische dieren mag je nooit. Maar dat je altijd realistisch moet gaan kijken naar het dier zelf. En natuurlijk volgen. En zijn waar je oude baasje in de kennel terechtkomen. Daar je gewoon om weer rust voor hem te krijgen.